Allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Deze video is een keer wat anders dan wat ik normaal doe. In deze video gaat mijn vriend Stefan mijn voice over doen van wat ik doe met King op verschillende fragmenten. Ik heb eigenlijk van alle dingen uitgekozen. Ik dacht, ik kan ook een hele week vlog erbij pakken en die hem helemaal laten doen. Maar ik dacht, het is misschien leuker als ik allemaal verschillende stukjes pak. Dus dat ga ik vandaag doen. En Stefan is nu nog even in de sportschool. Ik ben trouwens in Spanje, voor als je het afvraagt. Het is vandaag iets koeler dan normaal. Het is hier soms gewoon bijna 40 graden geweest. Dus ik heb een dag gekozen dat het wat minder warm is om dit te doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik wil nog even wat toevoegen over hoe ik dit dus ga doen. Want mijn vriend zadelt mijn paard op. De niet-mensen-ding die van Leanne Abigail is. Die heb ik toen ook daar gedaan. En dit vond ik een leuke toevoeging erop. Deze heb ik van Madeline Patch. Zij is van Riverdale. Zij heeft dat een keer met haar make-up gedaan. En ik vond het zo'n leuk idee. Ik dacht, ik ga het ook vragen of mijn vriend dat dan bij de paarden wil doen. En ik ga dus denk ik gewoon wat vragen stellen aan hem. Van, joh, wat zie je hier op dit beeld? En hij doet zo meteen ook deze oortjes in. Want er zit natuurlijk een microfoontje in. En dan zit ik daar gewoon naast. Dus ik kan eigenlijk niet spieken. Ik kan hem niet helpen, zeg maar, om vals te spelen. Maar ik ga soms wat dingetjes aan hem vragen om hem een beetje op weg te helpen. Mocht hij het nou even niet weten. Dus heel veel kijkplezier en vergeet je niet nog hieronder te abonneren, zodat je mij kan blijven volgen en niks van mij mist. En ik heb bijna 200 abonnees en ik zou het heel leuk vinden om die zo snel mogelijk te halen. En natuurlijk een duimpje omhoog en dan gaan we heel gauw beginnen met deze hele leuke video. Oké, hier is Britt bezig met een ronde door de bak. Ik zie een galop met een balk. Ja, ja, hij gaat springen en een prachtige spring. Van maar die is 10 centimeter longeren. Oh, goed zo. King hikt een beetje. Bit zat in het midden. En je ziet dat het paard mooie cirkels rond Bit rent. Oh, hij probeert weer los te komen. Ja? Hoe noem je dat touwtje specifiek? Hij probeert het touwtje los te maken. Hoe heet dat touwtje specifiek? Het looptouwtje. Goed zo, jongen. Ga maar los hier. Oh, gat in een broek. Dit is de hoefsmid. In de vorm van de moeder van Brits, zo te zien. Oh, ja, ja, ja. Kijk, nou is het weer een schone hoef. Ben je blij? Ben je blij? Brit in de bak. Ze loopt een rondje. In galop, als ik zo kijk. Prachtig. Prachtig. Ik zou hier een dikke 10 voor geven. Ja, prachtig. Hoe ze de bochten. Oh, kijk, het is een kwast. Met deze kwast ga ik verven. Nee, een of andere spul op een zoutblok doen. Waar King aan kan knabbelen. Nou, ik vind het mooi om een groen zoutblok te hebben waar hij op kan eten. Dus ik doe er voer op. Doe er nou voer op. Hoi, ik ben Britt Waschie. Dit is de wei. Hier ga ik King inzetten. Het is nogal modderig. 1, 2, 3. King. Oh nee, nog niet. Modder. Dat is een Shetlander. Kijk, mini paard. Even Shetlandertje aaien. Ga maar in de modder rollen, jongen. Nou, deze Shetlander is heel klein. En ze zijn zo klein omdat ze dan makkelijker gras kunnen eten. En ja, voor mensen zoals ons is het eigenlijk niet handig om erop te rijden, want dan zou hij door zijn hoeven gaan. Want het is een mini paard. Kijk, dit is een röntgenapparaat voor paarden. Het is zo hoog, zodat er een groot paard in kan. Voor de rest zou ik niet weten wat we ermee willen doen. Stel een paard breekt zijn been, dan kan het paard in het röntgenapparaat. Dan kunnen we foto's maken en dan kunnen we kijken of er iets aan de hand is. Ja, het moet natuurlijk wel breed genoeg zijn voor het paard, want anders kan het paard er niet in. En hoog genoeg. Ja, het is gewoon heel raar. Ja. Oh, jongens, kijk, dit is de draaimolen. De draaimolen. Maar dan voor paarden.
kijk, hier is de bediening. Allemaal heel simpel. Ja, gewoon simpel. Gewoon een start- en stopknop en een noodstopje. En dan, als ik dan op de knopje druk, dan kan ik hem nog een beetje harder zetten met een draaiknopje. En dan kunnen we die paardjes lekker laten lopen in de draaimode. Het komt wel eens voor dat King zo lang loopt dat hij een beetje duizelig is. En dan valt hij even om, want dan is hij te veel rondjes gelopen en is hij duizelig. Maar ja, nou, paarden zijn natuurlijk net mensen en dan worden ze ook duizelig. En dat is de stopknop. Nou, als er iets aan de hand is, als het paardje valt of zo, kan ik snel op de stopknop die duwen. Dit is de draaiknop voor de snelheid. Oh. Dan zijn we weer in de stal. Ja, even een mooie pony maken van de haartjes. Alle klitten eruit. Huh. Wordt er nou haar uitgetrokken? Dat doe je toch niet? Nou, kijk, nou is King weer lekker haarloos. Want hij was dik in de rij. Hoe heet dat blokje? Dat blokje? Oké, we staan hier weer bij de wei, of bij de buitenbak. En ik ben hier bezig met King's poten. Benen. Wat ik hier aan het doen ben, weet ik zelf ook niet. Oh, kijk, hier weer King, maar dan met de vliegending op. Een bak met voedsel. Nee, met water, om zijn beentje in te zetten. Dan wordt hij lekker koelie van. Zo, zet die bak er maar in. Goed zo. Ja, kijk, oh, wat doe je nou? Vind je dat niet lekker? Dat is wel heel stom. Hier, de hoefsmid. Hij zet een nieuwe hoeven op. Huh? Hoe heet deze oefening? Nu ben ik met het paard aan het hinkelen. Oh, nou zijn we weer aan het opruimen. Dit is een dekentje voor de vliegen. Ach, ga toch weg, joh, vliegen. Dat doe je toch niet. Eén ding is zeker. Nee, dat ga je echt niet doen. Nee. Nee, ik ga dat niet erop doen, dat vliegending. Of toch wel. Ja, dat is waar. Ja, vind ik ook. Hoppakee. Nou zie je. Tegen de vliegen beschermd. Dat ging het allemaal heel fijn, want hij is er wel gewend en daar ga ik er even omheen lopen. By the way, jongens, dit is niet King, maar dit is Quappa. Zo, dit was wat Stefan allemaal vertellen had over de beelden. En dat was ik vond het heel grappig en alle beelden die jullie gezien hebben, hebben al in eerdere video's gezeten. Dus denk je nou, klopt dit? Kijk dan even een video terug die je leuk lijkt om even te weten wat ik wel heb verteld. En wat Stefan hier vertelt is natuurlijk heel erg grappig. Want er klopt natuurlijk eigenlijk, sommige stukjes heeft hij wel serieus goed gedaan. Maar sommige dacht ik echt, oh mijn god, wat gaat hij allemaal vertellen? Ik wil in ieder geval hierbij deze hele leuke video afsluiten. En dan zie ik u bij de volgende video weer. Doei!